Levato hier, ik reis die ons hartelijk en heet die welkom ter deze korte Bijbelbetrachting. Ik lees van de Philemon, de Farge, 22, bad 25, en door met dat boek te eng. Toen zei dat dan ook nog, merk van mij een gastoverheid. Ik reken door met dat je mij door hun gebeden waren hebben worden. Epaphras, mijn metgebong naar in Christus Jezus besteld die te reizen. Zo ook Marcus, Aristarch, Demas en Lucas, mijn metwabera. Mocht aan zijn Heer Jezus Christus zijn genoeg met die geest zijn. Amen. Zo Paulus de schrift hier en viele mondert hij zal aan een gastdoof rijden. Dat is een zeer interessante zaak, want men bedenkt dat Paulus in Rome vast weer. Hij weer im Gefängnis. En hij bestelt al voor zich een gastdoof rijden. Zo hij weer optimistisch. Hij gelooft dat wanneer de gläubige beden worden, zoals hij hier zegt, dat hij dan wordt loskomen en dat hij waar wordt bij de gläubigen bij de gemeente zijn. Zo hij had een zeer optimistische zicht en hij gelooft aan dat gebed. Hij gelooft dat wanneer de gemeente beden worden, dan wordt zich zijn situatie veranderen en hij wordt loskomen uit het gevangenis en daarop leidt hij al een gast overheid mee. Dat vind ik zeer interessant. Ik geloof daaraan dat de christenheid van jou nijdig heeft te beden, zeer nijdig heeft te beden, en ik geloof ook dat we dat immer waren zeer vernachlässigen doen. En daarvoor hebben we immer de best, wer du van jou hier is. Ik mocht die opvorderen, bed voor deine, voor deine Älteste, voor deine Predigers, voor deine Gemeindeleiters. Bed voor deine Mitmenschen in de Gemeindes. En gleif en sie optimistisch, so wie Paulus. Lot nicht nur mit beten, dit is eine Zeit, wo wir bijna sind, wo wir Gebet brücken. Besonders wo wir bedingt durch die Pandemie en bedingt durch die Quarantäne nicht so gerne top sein, als wat wir dort würden wollen. So wie auch Paulus im Gefängnis en wir nicht so mit der Gläubige top, als wat hij dort würde gewünscht haben. Aber der Gläubige beten, hij wir sicher, hij würde in wahre Chance geworden. En so wird sich auch unsere Situation ändern. Irgendwo näher, aber wie brücke dort Gebet. So neidig als noch nie. So dann riecht Paulus hier ab, so es hätte gewöhnlich Zeit, um eng von seinem Brief, der Mitarbeiter, der mit am Top wird, im Jaff der Grüße wieder, Epaphras, fängt wie ab eine ganze Reihe andere Brief, wie ein truer Mitarbeiter, in Hand gegeben, da beide, für die Gemeinde und für Jesus sein Werk auf dieser Erde. Dann sehen wir auch Markus, und dort wird Johannes Markus, der auf der ersten Missionsreise mit einem Taubjinken anhängen wird, aufheben wird. Und nachher aber war er Trichheim. Und Markus sehen wir einen Mensch, der einmal, so es dort scheint, Angst kriegt und Paulus verleiht, oder vielleicht sogar seinen Glauben verleiht, ob so wie dort nicht. So je neef zei tjen, aber hij ging terug en ging niet meer met Paulus en Barnabas met op de missionsreis, wat de uzer ook immer je was mag zijn. En Paulus weer niet einverstanden met dat wat Markus deed. Aber Lothar, dan tjen Markus terug. En Markus wat van Paulus waren opgenomen, hij waren zijn metwabera. En zo tjen we ook immer waren zijn, dat waren mensen, mal einmal aufkommen, aber wenn sie zurückkommen, dass wir uns alle abnehmen, dass wir uns alle leben, in hier schrift war, dass Markus sein Mitarbeiter geworden ist. Dann wird der Aristarchus ein Mitarbeiter, da wird Demas, in dem Sinne Geschichte, es ist ein bisschen eine trüge Geschichte, aber eine steht, mit Paulus von diesem Demas sei, dass er ihn verloren und hat diese Welt live gewonnen. Dat is eigenlijk een zeer trüge zaak, want Christen, die eenmaal op den guten Weg sind,
en ook met over Amerikaans geworden zijn en dan waren drie konen in de wereld van wonen ze zijn losgemaakt worden waren lijf gewennen. Zo weer het hier met deze Demas. Dan weer Lucas, dat weer de dokter. En Lucas heeft veel geschreven, hij weet weiter dat hij de apostelgeschichte geschreven heeft. Hij weer een grote hulp voor Paulus en wie denken ons dat hij ook door zijn doctorie, door zijn kennissen, zijn geleerdheid, over dokter zijn, ook een grote zin wat je was zijn voor de gelovigen. Dat hij het geholpen heeft in er krankheden en bijgestaan heeft van ze krank waren, zodat weer Paulus zijn metoberen. En ten slotte zegt hij, waren zoals wie weten en denken, de genoot van onze Heer Jezus Christus, wo wichtig en eeuwig wichtig der in jeder einem sein Leben ist, dort die Gnot von dem Herrn Jesus ans Leben bestimmt und da ist. In Leben tau hier, der wünsche ich dir auch, dort Jesus seine Gnot wird mit dir sein, dort er dein Leben bestimmen und erfahren wird, dort wo immer du jüngst, seine Gnot und sein Beistand wird bei dir sein. Amen.